Ik wil vragen voor een applaus voor de ronde met een schilderij. I gave her the sunshine, then showed me my lifeline. I was told it was all mine, then I got laid on a ley line. What a day, and your Jesus really died for me. Then Jesus really tried for me. UK and entropy, I feel like it's for me. Wanna feed up the energy, love living like a deity. En ook voor Renate, Ilanka en Nancy heeft de jury nog wat vragen. Stel jij bent Miss Maxi 2011. Wat ga jij doen? En ik wil een concreet antwoord weten. Wat ga jij doen om te zorgen dat dit natuurlijk een veel groter evenement gaat worden? Of dat mensen weten waarvoor Miss Maxi staat. Wat ga jij doen, concreet? Nou, ik denk, ik heb de afgelopen periode zelf ook de publiciteit gezocht. Maar meer in het regionale en in het lokale. Ik denk dat de tijd wel rijp is om gewoon het landelijke de publiciteit te gaan zoeken. Dus ik denk dat ik eerst eens een telefoontje ga plegen naar De Wereld Draait Door. Ik denk dat het tijd is dat de volle dames aansluiten. Ik kan je vertellen, ik kom uit dat wereldje. Ja. Daar plegen ongeveer zo'n 2000 mensen per dag een telefoontje naar De Wereld Draait Door. Dat begrijp ik. Ik denk ook niet dat ze meteen misschien met een bloemenontvangst klaar zullen staan en alleen op ons zitten te wachten. Maar je moet het gewoon duidelijk maken dat zij wel op ons zitten te wachten. En goed vertellen waarom dat is. Ilanka, stel je voor. Jij bent straks misschien de nieuwe Miss Maxi 2011. Ja? Wat ga je doen? Ga je zitten wachten tot de organisatie dingen voor jou onderneemt? Of neem je zelf initiatief? Het zou heel makkelijk zijn als het alles voor me gedaan zou worden. Helaas is deze wereld niet zo gemaakt. Dus ik zal zelf ook inderdaad initiatieven moeten nemen. Ik zou beginnen om te kijken in mijn netwerk wie ik allemaal heb en wie ik ken. En dat zijn er gelukkig heel veel. En die ga ik zoveel mogelijk voor de doelstellingen van Miss Maxi Nederland inzetten. Heb je al iets op het oog? Ik heb een aardig aantal mensen op het oog, inderdaad, die ik daarvoor wil benaderen. Maar jij bent niet iemand die op eigen houtje dingen onderneemt, of juist wel? Ik ben zeker wel iemand die zelf initiatieven neemt. En ik zal het ook zeker in de toekomst blijven doen. Alles wat ik doe is wel in overleg. Heb jij vandaag collega's gezien die niet blij waren met kapsel of kleding? Nou, ik heb eigenlijk de mensen die ik hier achter heb gezien, alles is eigenlijk wel een beetje in overleg gegaan. Dus alles wat we wouden doen, en hebben we onze adviezen zelf gevraagd van hoe zouden jullie ons haar, zouden je haar graag willen doen? En daar zijn ze eigenlijk heel goed op ingespeeld. Dus iedereen is was tevreden het podium opgekomen. Ja. Ik vind dat je discretie daar goed van getuigt. Het is heel goed gedaan, dankjewel. Dan gaat de jury zich beraden. En tijdens de juryberaad wordt het publiek vermaakt aan een optreden van Laura en Maggie. En dan komt het moment waar zo lang naar uitgekeken is. De bekendmaking van de jury. Het was weer heel moeilijk. Ik kan niet anders zeggen. We hebben gewikt en gewogen. We hebben alles op een rij gezet. Alles mee laten wegen. Er zijn heftige discussies geweest. Maar ik denk dat we met een fantastisch team verder gaan naar de eindstrijd. Ik heb gelukkig nog wat verrassingen voor het laatst. Maar dat gaan jullie zo zien. Is de halve finale over het algemeen gezien voor jullie mee of tegengevallen? In welk opzicht bedoel je? De kwaliteit van de kandidaten of de moeilijke keuzes die we moesten maken? Als het om de kwaliteit van de kandidaten gaat, dan denk ik nee, er staan absoluut topmeiden tussen waar de organisatie Miss Maxi mee verder kan. En lastig, moeilijk. Het is altijd moeilijk, want je wil iedereen een eerlijke kans geven. En ik kan als juryvoorzitter zeggen dat iedereen gelijke kansen heeft gehad in deze strijd vandaag. Laat ons niet langer in spanning. Wie gaat er door naar de finale? Een van de 12 dames is Ilanka Bel. De volgende is Linda Jonker.
is voor Marcella Meder. En dat zijn alle finalisten van Miss Maxi Nederland 2011. Ilanga, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ze is in de finale gewoon. Hey, woe! We zijn erg blij. We zijn heel blij. Helemaal geweldig. Wij gaan Miss Maxi Nederland kaartje. Ja, zo is zeker. Het. Ja, super, yay! We zijn zo blij. En, ontzettend. Echt helemaal te gek. Dit is iets wat ik nooit had kunnen verwachten en mogen hopen. Echt, ben super blij. Echt een droom die voor ons uitkomt. Ja, ik ben zo blij. Ik ben echt zo blij hiermee. Zo, dat wil je niet weten. Woe, wat was dit spannend, zeg. Wat was dit spannend. Ja, bijzonder. Dit is echt helemaal te gek. Yay! Ja, helemaal geweldig. Ik ben zo blij. Ik helemaal opgelucht. Heel spannend vandaag, maar ja, super, super. We gaan zo meteen even een lekker heerlijk feestje bouwen. Heerlijk. Ja, dat is zeker zo. Daar zijn we helemaal blij mee, hoor. Ja, het is wel even wennen nog, hoor, dat het nou echt zo is ook. Je bent niet helemaal finalist geworden, maar de jury had toch een verrassing voor jou. Kun je nou even uitleggen wat dat nou met Sriep betekende? Nou, ik kreeg de verrassing dat ik heel goed mijn mediacampagne en PR-campagne had gevoerd. En daardoor ben ik toegevoegd aan het team van Giselle en Mirjam als ambassadrice van Miss Maxi Nederland. En dat vind ik helemaal geweldig. En wat houdt het ambassadrice zijn dan in? Dat houdt voor mij in. Het is natuurlijk helemaal een nieuwe functie, een nieuwe titel binnen deze organisatie, zoals alles nieuw is. Voor mij houdt het in dat ik ze mee mag gaan helpen om plannen te bedenken, campagnes uit te gaan voeren. En helemaal met hun meehelpende dames tot het niveau te brengen van Miss Maxi Nederland 2011. Deze halve finale was echt bikkelen en beulen. Tranen en glimlach. Maar wat hebben ze geknald en wat hebben ze gestraald? Twee kandidaten uit onze regio zijn door naar de finale. En verliep de halve finale naar wens? Hij is helemaal naar wens verlopen. Ik was bijzonder nerveus toch wel voor deze halve finale. Want er stond toch best wel veel op het spel en er moest veel georganiseerd worden. En je leeft mee met je kandidaten, maar de kandidaten hebben geknald. En voornamelijk het sportgedeelte waar ze het dansje gingen doen. Werkelijk, het publiek brak de zaal af. Voor hun leuk, voor ons leuk. Maar het eind is dan toch moeilijk, want je moet afscheid nemen van bepaalde mensen. En daar ben ik niet zo goed in. Voor de finalisten wordt een bootcamp georganiseerd. Wanneer wordt bekendgemaakt waar de dames heen gaan? Nou, we zitten natuurlijk al eind januari. Dus wij gaan bekendmaken halverwege februari waar het bootcamp gaat plaatsvinden en hoe het eruit komt te zien. De dames weten al de datum, dus iedereen is als het goed is al vrij voor dit bootcamp. Maar we houden nog even de spanning erin om te zeggen waar en hoe en wat. Ook simpelweg omdat er gewoon de puntjes op de i nog moeten worden gezet voor onze organisatie. Tipje van de sluier. Buitenland. Paspoort mee. Eentje. Ja, meer kan ik niet zeggen. Heel klein beetje meer. Ja, misschien zonnebril. Maar het zouden ook zomaar skilatten kunnen zijn. Dus ja, heb je ook zonnebril nodig. Nou, ik hoor het al. Veel wil Gisela nog niet verklappen. Naast de 13 finaleplaatsen waren er ook nog een aantal verrassingen. Een van die kandidaten die zo'n verrassing kreeg was Henriette Reininga. Nou, ik mag vol trots zeggen dat wij er een nieuwe ambassadrice bij hebben. En wel verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Ja, een van de bonusprijzen, die bestond niet, die is spontaan ontstaan. Er waren te veel goede dames in elke categorie. En Henriette heeft zo'n goede campagne gevoerd. Daar is gewoon uitgekomen dat ze communicatief ook vreselijk sterk was. En de jury heeft unaniem gezegd, deze moet bij de organisatie. En Mirjam en ik hadden al lang aangegeven van nou, onze keuze als we daarvan uitgaan, gaat naar Henriette uit. Welkom Harriet, we hebben een nieuwe ambassadrice. We zijn vanaf nu
met z'n drieën. En zo kan het dus gebeuren dat je in het ene moment kandidaat bent en het andere moment ineens bij de organisatie thuis hoort. Dit was voorlopig weer eventjes de laatste aflevering van Miss Maxi Nederland. Maar lang hoef je ons niet te missen. Eind maart zijn we weer terug met een verslag van de finale. Dat klopt. We hebben Ilanga Bel en Renate Boes. Die zullen jullie dan opnieuw blijven volgen. Dus ja, ik moet zeggen, die regio is weer sterk vertegenwoordigd. En daar ben ik natuurlijk hartstikke trots op. Want daar leggen mijn roots natuurlijk zelf ook een beetje.